Wij vragen alle chefkoks van alle restaurants die naartoe komen voor de officiële opening van de 19e editie van Haan Culinaire. Dus we willen alle chefkoks wetenschappen komen om te gaan starten en te gaan proosten op een geslaagde editie. Ik heb hier naast me staan. Ik hoop dat de meesten haar nog herkennen, zeker als wat ouder zijn. Maar ook de jonge garde, deze dame stond 35 jaar geleden daar aan de overkant. Met 10.000 Haarlemmers. Hier op het plein. Ik stond hier ongeveer, want ik kwam een beetje laat aan. En heeft 3 Olympische medailles gewonnen tijdens de Olympische Spelen in Calgary. Grote applaus voor Yvonne van Gelk. De organisatie van Haan Culinaire. Die heeft natuurlijk bezig met heel veel ook culinair talent. Dat is belangrijk. Maar we hebben toch gemeend om het in vorm van het talentfonds en daarnaast te geven van de 250 euro. Daar ben ik heel blij mee. Daar kunnen we echt een talent hier mee helpen. Dus hartstikke bedankt. En, ja. Ik hoop, ik ga het nu wel aan de aardigste weg geven. Dat snap je wel, hè? Vandaag en de komende 3 dagen een fantastische experience gaan aanbieden. En alle smaken je kan laten proeven die ze willen. Ja, dat is allemaal. Dan zou ik zeggen, dan gaan we het proosten doen. Dus als iedereen een glas neemt, dan gaan we aftellen. En dan is daarmee Haan Culinaire geopend. Die vorm jij gaat aftellen van 3, 2, 1 en dan is het... Ja, ik wil sowieso alle restaurants heel veel succes wensen. Ik hoop dat het niet bij deze 4 dagen blijft, maar dat ook de bezoekers daarna een bezoekje brengen aan jullie restaurant. Dus heel veel succes. 3, 2, 1... Samen is gegaan met Tasja van Southern Cross. En Alain Jacobs, de man van de Wines of Germany, de hoofdsponsor van dit evenement, die de Duitse wijnen promoot in Nederland, in de Benelux, maar ook op Haan Culinaire. Nou, ik kan wel zeggen dat het een. Het was een lastige keuze hier. We hebben echt. Al die gerechten geproefd. En, nou, Pieter. Korte indruk. Fantastisch. Werkelijk, iedere tent heeft een best gedaan. Spannende gerechten. Natuurlijk moet het Duitse wijnen zitten. Maakt dit spannende combinaties. Sommigen van jullie weten dat ik alleen maar een saus drink. Maar dit is. Die Duitsers zijn wel goed hoor. Ellen, je hebt de Duitse wijn geproefd, je bent een kenner. Je hebt dus een beetje het goede aanbod gedaan. Nou, ik vind dat het van jaar tot jaar de gerechten fijner worden. Ook voor bijna is een fijne Duitse wijn. En we hebben verschillende wijnen geproefd. We hebben Spätburgunder, Pinot Noir, Riesling, Weißburgunder, hebben we alles geproefd. En ja, het is een heel moeilijke keuze, maar het zijn er denk ik
drie toppers voor ons nieuw uitgekomen. Degene die straks de hoofdprijs gaat uitreiken, maar ik ga eerst vertellen wie nummer 3 is geworden. En dat is natuurlijk al een geweldige, geweldige plek. Nummer 3 is geworden van de Smulpaap, Vester. Dan hebben wij dus nog twee kansen. We hebben Bij de Zee en Anis. En ik hoop dat jullie beiden nu scherp staan om deze kant op te komen. En hier de overwinning te gaan vieren en de Smulpaap in het vangst te nemen. Ellen, ik laat aan jou over. En de winnaar van de Smulpaap 2023 met de beste wijncombinatie in de Duitse wijn is Amici. Amis, gefeliciteerd jongens. Kom deze kant op, kom de Smulpaap in ontvangst nemen. Klopt natuurlijk niet dat je je gast even in de steek laat, maar wij zien graag Amis deze kant op Kota. Is. Anis. Anis, een samenwerking van onder andere TV24 en Mano. En ze hadden een geweldig mooi gerecht met langoustine, met kabeljauw. En ze hadden daaruit opvalt een Riesling. Hallo jongens. Ja. Anis, het hele team. Ja. Nou, niet het hele team, maar wel het belangrijke team. Dankjewel. En uiteraard. Dankjewel. Jongens, gefeliciteerd. Wie gaat de fles openen? Slaas komen eraan. En wij gaan het hier nog even vieren en Johnny, zet de muziek lekker in. Lieve gasten, maak er een mooie avond van en morgen en zondag gaan we gewoon lekker door. En weet waar je terecht kan voor de lekkerste gerechten tijdens Haarlem Culinaire. Bedankt! Ja! Bedankt!